Het nieuwe kantoor van Kunstkade is alleen voor informatie en het uitwisselen van ideeën. Tien saneemde cultuurcoaches gaan nu bij 40 basisschoolen in en om Leeuwarden om ben in contact te brengen met cultuur. Alle kinderen in Leeuwarden van 4 tot 12 jaar komen in aanraking met kunst en cultuur, met programma's, met de culturele instellingen. En het andere belangrijke is dat er een website is, een centrale website, waar alle cursusaanbod op verzameld staat. Dus één plek voor alle cultuureducatie. En wat is dan het voordeel dat dat op scholen plaatsvindt? Net alle ben die weten de waai naar de cursussen bijvoorbeeld. Dus daarom is het heel belangrijk dat het kunst en cultuur zo dicht mogelijk bij de ben brengt. En dat kan het beste in de scholen. Boppe, dat kan het aansluiten bij het lesprogramma. Als een scholen bijvoorbeeld heel volle aandacht jouwt om omgangsvormen, ik weet even het Friese woord net, dan probeer ik daarop aan te sluiten met een programma wat zich vertaalt in doens en theater. Er is bot protesteertje in de sluiting van Panna's, want individuele cursussen jouwen de cultuurcoaches op scholen net. En waren die bij Panna's nog subsidiëren door de gemeente, nou moet Elsen in het volsluine bedrag betellen. Zou het cultuuronderwijs alleen nog voor de elite, vindt cello-docente Annette Scholten. Vroeger was het zo van kon je het niet betalen, dan kon je daarvoor een bijdrage van de gemeente verwachten. Dat was tot voor kort op Panna's ook zo. Dat ging naar inkomen en dat valt dus nu weg. De nieuwe cultuurcoaches lieten Squabbe en lang net bij alle muziekinstrumenten in de kunde komen. Ik hou mijn hart ervoor vast, want een aantal instrumenten, zoals hobo, klarinet, harp. Het moet maar net zo zijn dat er in Leeuwarden nog een docent voor is. En ik al worden er zo'n 460 lessen via Kunstkade aanbieden, Elsen niet een keer een lesje aan en dat zou dus neer toe de kwaliteit.